Op 30 april van het vorig jaar werd de Semstraatkerk in Stadskanaal heropend. Vanaf die dag gaat de kerk als ontmoetingscentrum Semstraatkerk door het leven. Ruim een jaar geleden dus alweer. Aanleiding voor ons om aan voorzitter Jan Nijwenink te vragen hoe het afgelopen jaar is gegaan. Maar voor het gesprek eerst even een terugblik naar 30 april van vorig jaar. Afgelopen zaterdag 30 april werd de Semstraatkerk in Stadskanaal officieel heropend. De kerk werd gebouwd in 1830 en is daarmee de oudste kerk van Stadskanaal. Van binnen heeft het gebouw een metamorfose ondergaan. Door de verbouwing is het nu mogelijk dat er binnenkort meer dan alleen maar kerkdiensten worden gehouden. Muzici kunnen er optreden, lezingen worden gegeven en kunstenaars kunnen hun werk hier exposeren. Joop Stam, oud-directeur van de muziekschool in Stadskanaal, heropende het gebouw. Na tromgeroffel en het dansje werd de naam van het gebouw officieel onthuld. Ontmoetingsruimte Semstraatkerk. Met een glas champagne en het zingen van het Wilhelmus werd het officiële gedeelte afgesloten. Hoe kijkt voorzitter Jan Nijwenink terug op dat weekend? Het was een geweldig weekend. Dat hele weekend zijn er meer dan 1000 mensen hier in deze kerk geweest. Niet alleen tijdens de opening, maar ook tijdens de eerste dienst die zondag daarna. En het was een fantastisch weekend. Als we terugkijken naar hoe we ooit begonnen zijn met plannen maken, toen hadden we ook een beetje het idee van, ja, kunnen we dat allemaal bekostigen? Door subsidies binnen te halen, maar ook door giften van gemeenteleden en buurtbewoners. Als we achteraf kijken, hebben we eigenlijk alles kunnen realiseren, zelfs meer dan dat, dan we ooit gedacht hebben. In het begin dachten we van, nou, een nieuwe geluidsinstallatie, dat zal wel een aardig kostbare zaak zijn. We weten niet of we daar geld voor kunnen krijgen. Achteraf is dat ook allemaal gelukt, dus we zijn terugkijkend zijn we zeer tevreden. Successen waren er afgelopen jaar genoeg. Nou, ik zou het grootste succes willen noemen de vele vrijwilligers, mensen die belangeloos hier elke dag maar weer een jaar lang hun werkzaamheden hebben verricht. Het was ook heel gezellig altijd, maar we begonnen 's morgens om 9 uur en tot 4 uur. En dat is een jaar lang is dat zo doorgegaan. En daar zijn we ook hartstikke dankbaar voor, dat die mensen allemaal hier toch maar naartoe kwamen en ieder had zijn eigen vakgebied en met elkaar hebben we dit toch tot stand kunnen brengen. Staan culturele groeperingen nu in de rij om iets te gaan doen in het gebouw? Nou, in de rij is misschien wat overdreven, maar wij hebben een programmaraad in het leven geroepen en die organiseert activiteiten hier. Maar naast die programmaraad komen er ook van allerlei kooraanbiedingen die bij het bestuur terechtkomen via onze website en onze Facebookpagina. Wij hebben helemaal niet te klagen over optredens hier, maar ze komen van heinde en ver, komen ze hier vragen, mogen wij in deze kerk een keer een concert geven. Heeft te maken met een stukje publiciteit die we gedaan hebben, maar heeft ook veel te maken met de prachtige akoestiek die deze kerk heeft. En de kleinschaligheid. Het is een ruimte die geschikt is voor ruim 200 mensen. En dat is net voor een aantal koren is dat mooi te behappen. Maar er zijn ook nog wensen. We hadden nog wat wensen. En dat was met name de torenverlichting. We wilden graag de toren in het licht zetten. Het is toch een beeldbepalend gebouw voor Stadskanaal Noord. Dat gaat gelukkig dit jaar ook gebeuren. Daarnaast hebben we gemerkt dat door de vele optredens dat wij hier een parkeerprobleem hebben. En in samenwerking met de gemeente mogen we hier nu in de Kerklaan 20 extra parkeerplaatsen aanleggen. Dat moeten we wel zelf doen. De gemeente levert de materialen, maar wij zullen de werkzaamheden coördineren. Daarvoor zoeken we natuurlijk ook weer vrijwilligers. En dan krijgen we 20 parkeerplaatsen extra, want het is vaak druk hier aan de straat. En we zijn momenteel sinds kort bezig met nadenken van, ja, we hebben een prachtige kerk, maar de zalen hierachter, die verdienen eigenlijk ook wel een opknapbeurt. En daar gaan we nu flink over aan nadenken, wat willen we daarmee? Want er staat nog een houten gebouw, dat heet de Keet, het is ook een keet. En die heeft ook zijn langste tijd gehad. En
Dus daar gaan we binnenkort eens even stevig over nadenken van wat gaan we doen. Een heel tevreden voorzitter dus. Een heel tevreden voorzitter, ja. Als ik kijk wat wij tot stand gebracht hebben met alle vrijwilligers, dan ben ik heel tevreden en heel blij dat het is zoals het nu is.